Wie tegenwoordig door Zutphen loopt, kan haar oude historie op veel plaatsen beleven. De Walburgerskerk steekt als een machtige reus uit boven de oude stadsmuren. De Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt herinneren met hun historische gevels aan welvarende tijden. De vriendelijke straatjes eromheen bevatten juweeltjes van bouwkunst en pittoreske hoekjes. Veel te zien dus in deze prachtige stad aan de IJssel. Toch is een deel van het oude Zutphen onzichtbaar geworden. Een bombardement op 14 oktober 1944, eigenlijk bedoeld voor de IJsselbrug, kwam terecht op de noordwestelijke binnenstad en richtte grote verwoestingen aan in de omgeving van het Broederenkerkplein, Barrelhezen, Waterstraat, IJsselkade en het oude station. Gevolg: zo'n 100 doden en veel zwaar beschadigde panden. Zutphen heeft zich na die tijd hersteld. Maar de sfeer van toen is in dit gebied voor altijd verdwenen. Wie goed kijkt, kan het zien aan de gaten in de stad, aan de abrupte overgang van stijlen, het ontbreken van huisnummers en natuurlijk aan de wederopbouwarchitectuur. Met moderne technieken als leer kunnen we ook dit deel van de stad beleven in haar historische vorm. Zijn café, dat erg populair was vanwege de riante locatie, overleefde het bombardement en de oorlog niet. Op zoek naar verdwenen straten. Bekijk de verwoeste gebouwen in hun oude glorie en luister naar aangrijpende verhalen op de plekken waar ze zijn gebeurd. Pak uw smartphone en hervind de verloren stad.